Ja, Martens, proficiat, de eerste overwinning in de Superliga 0-3. Wat is uw analyse naar de wedstrijd? Ja, vooral opluchting, denk ik. We hebben al nog goed gespeeld, maar nog maar weinig punten gepakt de eerste match. En nu eindelijk komt het bij elkaar spelen. Misschien niet super, maar ik denk tegen een stuit uit deze kant. Sorry. Geen probleem. Moet je erbij staan? Het doelpunt net voor de rust kwam eigenlijk ideaal, want daarvoor liep het toch niet zo. Ja, het liep niet zo goed. We moeten ook wat, denk ik, wennen aan het kunstgras. Het is toch een ander gegeven. We hebben er al op getraind, maar ik heb het ook gevoel dat elke kunstgras een beetje anders ligt. Dus we moeten dat wat zoeken en wat aanvoelen. En we blijven wel rustig en we zijn geduldig. En uiteindelijk komt dan toch dat doelpuntje. En gelukkig kunnen we dat nog verdubbelen voor de rust. En dat ons wel een goede boost gegeven heeft. Betekent dit nu dat KSVO eigenlijk bevrijd kan voetballen de volgende weken? Dat jullie een beetje net de problemen zijn om te zeggen? Ik denk dat dat de bedoeling is. En ik denk ook dat we dat voorlopig al gedaan hebben. Ook op Virtual zeker niet slecht gespeeld. Ook tegen White Star en op Dender. Tegen Dender met momenten. Maar ja, nu dat we 4 punten hebben en wat rustiger kunnen nadoen, denk ik dat we gewoon verder kunnen doen. En dat met wat meer geluk dat de punten ook wel zo blijven volgen.